De rector van de Antwerpse Universiteit wil dat ondernemers meebetalen voor de studies van studenten om zo de besparingen in het onderwijs te compenseren. Maar Agoria, de koepel van technologische bedrijven, vindt dat onbegrijpelijk. Ik begreep niet dat daar waar iedereen en in elke instantie moet besparen, dat men vanuit het hoger onderwijs het direct zou doorzenden naar de studenten of wel naar de bedrijven. De UA zou door de besparingen van de Vlaamse regering het inschrijvingsgeld met 300 euro moeten verhogen en vindt niet dat studenten daarvoor moeten opdraaien. De bedrijven vinden dat even min. Onze grootste kost die we hebben als bedrijfsleven, die we ook willen dragen, is de opleiding van onze medewerkers gedurende 40 jaar, dat ze, of minstens 40 jaar, dat ze zullen moeten actief zijn. Daar ligt onze rol. Natuurlijk het basisonderwijs eigenlijk, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, dat moet betaald worden via de normale begrotingsmiddelen. De Antwerpse chemiebedrijven BASF en Bayer benadrukken nog dat ze al heel wat initiatieven rond opleiding en stages nemen.